We zijn nu bij Linda Baars. En ze maakt uitzonderlijk werk, corso's. Het doet mij denken aan steampunk. Ja, dat kan me wel voorstellen. Ja, er zijn ook wel wat beetje geïnspireerd naar steampunk. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb een leren look, die lijkt wel een beetje op steampunk. Maar dus de inspiratie komt overal vandaan. Dus. Heb je ook wel eens wat verkocht? Ja, ik heb wel eens een keer wat verkocht. Het is natuurlijk wel een hele specifieke markt en ik ben nog niet zo lang bezig. Maar er staat een hele mooie, staat bij een boerderij in Twickel. Dus daar ben ik wel heel trots op. En wanneer ben jij hier eigenlijk mee begonnen? In 2017 eigenlijk. Na een revalidatieperiode. En ik kan niet zo goed stilzitten. En toen moest ik toch iets anders gaan bedenken. En toen ben ik eerst een platte torso gaan beschilderen met allemaal sterrenbeelden. Want sterrenbeelden is ook mijn passie. Daar kon ik eigenlijk nog niet genoeg creativiteit in uit. En toen ben ik grotere torso's gaan beschilderen. En ja, toen was een soort creatief uit de kast komen, zou ik maar zeggen. Ik heb op een gegeven moment een boekje gekocht om alle ideeën op te schrijven. Want anders dan liep mijn hoofd een beetje over. Maar zo is het eigenlijk gekomen. Je hebt nou, zagen we in de huiskamer, heel veel torso's staan. Behoorlijk wat. Waar laat je die normaal? Nou, er staan wel wat torso's in de huiskamer. Ik heb ook wat staan bij het Norbrus in de Witmarlebroek. En er staat wat boven op een kamertje. Netjes in een dekentje. Dus je hebt nog wel ruimte? Ja, nog net. Maar als iemand wat wil kopen, geen probleem. Ze kunnen wel wat kwijt. Ja. Ik zag net ook jouw atelier, want dan loop je zo vanuit de huiskamer in. Ik neem aan dat je daar heel vaak zit. Ja, zeker. Het is wel zo dat 's winters is het wat kouder en dan zit ik liever in de kamer. Maar ik vind het ontzettend leuk als ik dan iets in mijn atelier heb staan en ik ga koken en ik loop langs en ik denk, oh, wacht even, ga ik nog even gauw dat doen of nog even gauw. Ja, dat vind ik het mooie aan een atelier aan huis, zeg maar. Ja. Er brandt dan niks aan? Nee, nog niet gebeurd. Maar het zou zomaar kunnen. Hoeveel zijn er vandaag nou geweest? Ik heb ze niet geteld, maar het bakkie doen van van Norbrus was hiervoor in de straat voor gratis koffie en cake. En die zeiden, nou, we hebben er toch zeker wel een 30, 40 geteld. Dus heel leuk.